nog hartelijk dank. Als het goed is heb ik aan de telefoon Mike Sijbrands hangen. Hallo Mike. Hoi Roy. Hey man. Hey, is het een tijdje geleden, toen was er nog RTV Rondeveen en toen was jij ook de gast. We zijn ook programma On The Rocks. En ja goed, nieuwe zender, nieuw geluid en we hadden zoiets van, we waren toen zo lekker bezig met de videoclip van jullie. Daar waren jullie in Amsterdam mee bezig. Ja. Hoe staat het met die clip eigenlijk? Nou, we zijn een effect voor het stadion, zou ik maar zeggen. Dat draaiboek en alles is klaar. We zijn nu bezig met een cameraman alles rond te krijgen. Die moet nog een keertje even op locatie gaan kijken, want we gaan ook nog gezellig bij Castro thuis filmen. Castro. Ja, en als het allemaal rond is, dan gaan we schieten. Castro, even voor de duidelijkheid, dat is jullie... Castro, ja. De Castro, dit is onze frontman, onze zanger. Ook bekend van de onderronde van Oster Possie, onder andere. En ja, dan gaan we ook bij hem thuis even gezellig een dagje filmen en een dagje bij de Schram Studio's. Hey, maar heb je zo'n groot huis dan of zo? Hij heeft voor Amsterdamse begrippen een aardig groot huis, ja. Ergens in Zuid of zo? Of, Wat zeg je? Ik sta heel slecht. Ergens in Amsterdam Zuid? Nee, in Oost. Oh, in Oost. Of all places. Oké, okay. Ja goed. Ja, hebben ze ook iets wat groots neergezet een keer. Dus, ja, precies. En waarom ben je thuis dan? Nou, het nummer dat we namelijk gaan doen, dat is Junkie. Oké. Okay. En ja, nummer van de cd. En dan willen we dus een aantal live shots doen en een aantal shots op locatie. Waarbij dus een bedoeling is een soort gezellig feestje te laten zien bij mensen thuis. En dat er een beetje escaleert in te veel drugsgebruik, kort door de bocht, zou ik maar zeggen, de clip. Je hebt wel een lekker thema uitgekozen trouwens. Ja, je moet toch wat hè? Kijk, er zijn nog zoveel clips gedaan met allemaal hetzelfde item. Denk, kom, laten we eens wat anders doen. Ja, we hebben hier ook een band die heeft een leuke ballad. Dat jullie ook kunnen doen natuurlijk. Ja, als het die ballad was die ik net had gehoord, die was erg leuk. We hebben die gevolgen ballad van Mark hier. Erg leuk nummer. Veel reacties van vrouwen inmiddels gekregen, zo, die geloven ons niet meer. Maar vertel eens heel eventjes, jullie band, voor de mensen die er nooit van Plutonium gehoord hebben, hoe zou je de band het best kunnen omschrijven? Hoe je bent, ja, dat is altijd een heel fijne omschrijving. We hebben breed scala aan muziek maken we eigenlijk, alles met een stevig sausje. We hebben het zelf genoemd nedermetal punk funk hop, stijl die we doen. Ja, dat is een heel leuk vogeltje. En ja, we doen allemaal verschillende soorten stijlen met een stevig sausje. En het is meer Nederlandstalige rap, metal, punk funk, gewoon een faceband met stevige muziek. Ja, en is het nou zo, zien jullie nou zo streng in het leer dat je zegt van wij gaan alleen optreden met bands die ook een beetje in ons straatje passen? Of staan jullie ook open voor heavy metal bands eigenlijk? We staan eigenlijk overal voor open. Dat is juist het probleem. Wij staan overal voor open, maar de meeste programmeurs die denken te veel in hokjes. Ja, dat is wat we heel vaak te horen krijgen inderdaad. Het is erg leuk, maar we moeten jullie bijzetten. Ik zeg, nou, zet ons ergens bij. Ja, wat lastig. Ja. Ik heb het aan de ene kant begrijp ik het wel een heel klein beetje, want een ander geweldig ja. Buff jullie heet krijgt de pleuris. En ik kan me voorstellen als je daar Frans Duits in zit en daar komt Plutonium erachteraan, dat het toch een beetje moeilijk bij elkaar te plaatsen is. Maar binnen de metal scene, daar moet volgens mij wel een stukje ruimtelijkheid tussen zitten. Als mensen jullie daar erbij willen hebben bijvoorbeeld, hè, voor optredens of zo, hoe kunnen ze dan het beste met jullie in contact komen? Ik versta je even heel slecht, hoor. Je valt helemaal een beetje weg. Nou, ik niet hoor, maar het is de techniek. Het signaal. Ik kijk heel eventjes naar Pieter of die nog iets aan de schuiven kan doen ofzo. Dus hebben we problemen met het geluid, Pieter. Kun je er nog iets aan... Is het al beter, Mike? Hallo? Hallo? Ja, ik ben er nog. Je bent er nog. Nou, kom maar. Als mensen met jullie in contact willen komen. Ja, dus beter, als we met ons in contact willen komen, dan moet in ieder geval een betere... verbinding van het ene dorp naar het andere dorp van het land, dat is eigenlijk wat zeker is. Maar ze kunnen ons bereiken via, we hebben een eigen website, www.plutonium.nl. Daar kunnen ze alle informatie op vinden. Onder het knopje contact, ja origineel, dat is het natuurlijk niet. En we hebben ook Facebook uiteraard, gewoon Plutonium. Of voor degene die van spellen uit Plutonium, Nedermetal Punk Funk Hop, zijn we ook op te vinden op Facebook. Ik kan het er niet meer aan in die naam, maar... maar het handigste inderdaad, www.plutonium.nl. Of gewoon een mail sturen naar mike@plutonium.nl. Dat wordt ook allemaal hartstikke goed. Hey, jullie hebben ook een cd uit trouwens, hè? Waar die Lied Junkie vanaf komt. Mensen die cd willen bestellen, kan dat ook via die officiële weg. Want jullie stonden ook op Pirate Bay, geloof ik. En staan... ja, klopt. Ja. We staan nog steeds op Pirate Bay, maar hij is te downloaden via iTunes, via Bandcamp.
te beluisteren via e-music, Amazon. Dat allemaal ook via de site kan je downloaden. En uiteraard bij een optreden kun je gewoon een hardkoppietje kopen. En in sommige winkels in Haarlem en Amsterdam is je ook te koop. Oké, okay, en zijn jullie eerder ergens te zien hier zo in de regio Amsterdam of zo? Nee, helaas staat het nu verstil met wat optredens. We zijn wel bezig. We hadden namelijk een manager die heel veel plannen had toen de CD uitkwam. Het ging hartstikke goed en ineens waren de plannen er nog steeds aanwezig, maar hebben zeg. Pas meestal, maar jullie zijn. Ja. En goed, hou ons op de hoogte. Hoe wat heb ik hier? Ja. We hebben nog een tip op het plutonium. De mic aan? Yes. Ja, de mic is aan. Ik heb nog een tip voor plutonium. Ik ben zelf Jeff van Martin. En ik hou ook wel van dat metal rap en punk. Gooi er alles maar in, maakt niet uit. Yeah? Outside the box. En ik vroeg me af, hebben jullie al iets van iets met Gold Sick Monkey of Undead Rhythms uit Purmerend? Wat heet die nou? Zou je nog iets mee kunnen doen? Nee, dat zegt me helemaal niks, maar dat ga ik wel eventjes googlen. Moet je even googlen, ja. Dat zit ja, een foto in je staat, ja. Volgens mij. Nou, dat is wel een hele goede tip voor jou. Ja, thanks. Gold Sick Monkey en Undead Rhythms. Oké, ik heb het even genoteerd. Cool. Helemaal goed. Hey, zullen wij dan naar Junkie gaan luisteren, waar die clip vanuit komt? Is goed, en ik zou zeggen naar alle boekers en programmeurs die luisteren, schroom niet en stuur een mailtje naar mike@plutonium.nl. We kennen allemaal Junkie XL, maar dit was gewoon Junkie XXL. Ja, en dat plutonium. Kwam voor rekening van Plutonium inderdaad. Geweldige band trouwens. Bedankt voor het interview, Plutonium. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie het wilden doen. En je luistert naar Progressive Grooves Radio. And we're trying to connect with London.